Ja, Mike, VVV thuis. Wat moet ik daarover zeggen? Hoe leven jullie toe naar die wedstrijd? Ja, we weten dat dit een wedstrijd is die we moeten winnen. Dus zo gaan we ook naar die wedstrijd toe. Je moet hem winnen, maar alle spanning is er een beetje af. Het staat meer in het teken van eerherstel. Ja, ook dat. En ook voor de supporters natuurlijk om nog een leuke thuiswedstrijd te maken. Dus ja, dat moeten we gewoon gaan doen. Hoe hebben jullie afgelopen weken met elkaar de klap van Groningen en eigenlijk het mislopen van de play-offs verwerkt? Ja, gewoon, ja we zijn gewoon doorgegaan in principe. We weten dat RKC was echt een slechte wedstrijd van onze kant. En voor de rest was Groningen uit, weet je dat het lastig is. Utrecht uit, weet je dat het lastig is. Dus ja, het is jammer dat je ze allemaal verliest, maar we moeten gewoon weer verder. Hebben jullie het idee gehad dat jullie het ergens hebben laten liggen, behalve dan in de wedstrijd tegen RKC? Want daarna is er ook niet een moment geweest waarop iemand of jullie allemaal de knop hebben kunnen omzetten, leek het wel. Nee, dat klopt wel, ja. Maar als je die wedstrijd tegen Twente bijvoorbeeld met 11 man blijft staan, dan kan je misschien toch wel 3 punten pakken. En dan staan we er heel anders voor, dus dat is jammer. Het seizoen loopt op zijn einde en dan komen de geruchten weer op gang. Ook jouw naam wordt weer genoemd, Huddersfield. Nou, vertel het maar. Ja, ik weet van niks, dus ik weet echt van niks. Dus ik kan er verder ook niets over zeggen. Zou je wel openstaan voor een vertrek eventueel naar Engeland? Nou, in de toekomst wel, maar op dit moment denk ik er niet zo over na. Moeten we een weddenschap afsluiten? Sta je hier volgend jaar weer? Ja, je mag een weddenschap afsluiten. Ik denk dat ik daar veel in kan winnen dan.